Hoi, mijn naam is Lars Seurensen en hier op de Week van de Ondernemer heb ik het allerleukste werk van de wereld. Ik mag namelijk alle sprekers en gasten en ondernemers interviewen. En het gesprek wat ik nu ga voeren is met Roeland Dietvorst. En hij kan je alles vertellen over dat je brein eigenlijk heel anders werkt dan je denkt. Want we denken dat ons brein heel rationeel is en op de ene manier werkt. Daar richten we ook onze verkoopprocessen op in. Het is eigenlijk een hele andere wereld dan we dachten. Ja, dit is zeg maar nog een wereld. Dus nog een wereld, die, ja, ja. Die gedachten die je hebt... Je bent aan het nadenken over je propositie en je denkt, nou ja, hoe kijken andere mensen daarnaar? Die gedachten kloppen wel, dat is allemaal wel echt. Alleen als je echt gaat kijken feitelijk hoe mensen beslissingen maken, ja, dan is er nog een hele wereld die we eigenlijk laten liggen. Dus er zijn eigenlijk twee typen systemen die gedrag produceren. Alleen we merken alleen wat er in dit systeem gebeurt. Dus als je achteraf gaat vragen, ja, waarom doe je dat, geeft iedere keer dit systeem antwoord. Maar we weten dat er twee systemen zijn, dus dat geeft een soort illusie voor mensen... Dat ze bewust in controle zijn van de keuzes die ze maken. Stel, ik onderwerp mezelf aan die experimenten die jij ook met de zaal doet. Dus kies in een nanoseconde de meest competente politici. En ik geloof de hele zaal koos voor een gezicht dat ze nog nooit hebben gezien. En toch hebben wij er een gevoel bij. En het was ook nog de correcte voorspelling. Het is ook de winnaar, ja. Ja, dus als je dat gaat beseffen, wat moet ik dan gaan doen als ondernemer om daar profijt van te hebben? Je moet je gaan verdiepen in hoe die twee systemen nou feitelijk van elkaar verschillen. En je kunt wel steeds allerlei leuke voorbeeldjes en praktische dingen. En dat, oh, ik moet een lepel in de soep doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een veel realistischer beeld ontwikkelt. Voor hoe mensen überhaupt beslissingen maken. En dat systeem 1, systeem 2. Ja, daar moet je gewoon kennis van hebben als je gaat ondernemen, vind ik zelf. Ik ben evengoed slachtoffer van mijn eigen brein. En als je kijkt, ik bestudeer dat brein nu denk ik zo'n 20 jaar. En ik heb nog steeds elke dag verrassingen. Zit je dit filmpje te kijken? Je denkt, oh, ik wilde dit filmpje helemaal niet kijken. Nou zit ik er toch te kijken, dan ben je er dus ingetrapt. En hoop ik dat je heel veel geleerd hebt. Mijn naam is Lars en graag tot de volgende.